Poen bij Nathalie. Als je me nog niet volgt, dan moet je dat vooral even. Ik volg heel die tips, je weet zelf. Mooie jurk, wie heeft dat aangedaan? Lola. Goed zo. Zo, daar zijn we weer. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag en wij gaan naar de geitenboerderij. Hebben jullie er zin in, jongens? We waren er zondag ook en er zijn allemaal lammetjes. Of zaterdag waren we er. Maar het was zo druk dat we dachten van nou, we gaan nog eventjes kijken. En wat hebben jullie? We zijn jullie aan het eten? Krinkelkoekjes. Oh, lekker. En Jootje? Jij bent vandaag 1 jaar en 9 maanden. Het zal je worst wezen. Maar ik vind heel wat. Bijna 2. Zo, daar gaan we. Wow. Zie je er eentje? Die ook aan je? Hij vindt mij lief. Hij komt in mijn tas snuffelen. Hij ruikt koekjes, denk ik. Lief zijn ze, Elisa. Kippies aan het spelen. Ja, goed zo. We hebben een rondje gedaan. Wat gaan we nu doen, Lo? Naar de bakker. Wat wil jij dan? Ik wil een croissantje. Een croissantje. En jij? Hallo? Hallo? Joe? Joe is een beetje chagrijnig, hè, vandaag. Joe, wil je een balletje of een croissantje? Wat zal die willen? Wat denk jij? Hij wil balletjes misschien. Een balletje. We gaan even kijken, goed? En nu mogen ze van mij even een broodje eten op de bank. Kijk nou. Ze zijn toch zo lief samen. Zo, onze zijn weer wakker. Zitten heel even op de bank Casper en Emma te kijken. Ik ga heel even gauw 2 mails aftikken. Dan ben ik daar klaar mee. Om 6 uur ga ik sporten. Tot 7. Daarna ga ik eten met mijn vriendinnen. Danny is thuis met de kids. Die gaat volgens mij naar de McDonald's met ze. Dat had hij beloofd, dacht ik. Maar ik zeg niet hardop, want het is het enige grote drama hier binnen. Dus, dat is onze planning. Oké, jongens. Ik heb een schat gestort. Maar daar heb ik 2 chocolaatjes in gedaan. En Joe, die snapt niet dat het een spelletje is. Dus hij is nu helemaal in paniek dat hij de chocolade heeft. Oké, jongens. Ik zeg, geef jullie 1 tip. Het is een beetje hero. Joe, doe niet zo dramatisch. Je krijgt straks je chocolaatje. Misschien Lo. Een beetje achter de kussens of zo van de bank. Nee? Ik zie hem nergens, schat. Ook niet hier een beetje misschien. Ja, hoe erg moet ik het voor elkaar? En hier misschien? Ja! Oh! Jij hebt hem gevonden! Yes, jij hebt de schat gevonden! Oh, chocola! En wel. Deze lekker. Oké, die is voor Joe. Zal ik hem openmaken, Joe? Is het dan over met je tranen? Nee. Jij hebt chocola. Wat een geluk hebben jullie chocola vandaag. Proost. Cheers op de schat. Ja, nou, lekker slappen trappen. Super goed, hé. Kan papa toch goed zingen? En gitaar spelen. Papa! Hebben we nog een lekker uitje? Mama, mag ik een foto maken? Cheers, mama. Nee, cheers. Kijk, het is een filmpje. Nee, je kan er wat in vertellen. Het is een filmpje. Je kan bijvoorbeeld vertellen wat je net gedaan hebt. Ik heb schatje gezoekt. Ja. Ja, wat zat er in je schatje? Chocolade! Ja. Ga er maar bij zitten. Joe, ga maar zitten. Dat mag. Ja hoor, ja goed zo. Ja, goed zo. Ja, heel goed. Ja, dat mag.
Hartstikke idee, lekker met die volle luier. Hey, hartstikke idee. Lekker Joe. Wat? Oh, poepies. Ja, we gaan deze cadeautjes gaan we inpakken. En die gaan we in deze doos stoppen. Gaan we hem aan het geven? Ja, gaan we aan een kindje geven die jarig is. En die geen cadeautjes krijgt anders voor de verjaardag. Dan gaan wij cadeautjes geven aan het kindje. Gaan we aan een meisje geven die ongeveer net zo oud is als jij. En dan krijgt zij ook cadeautjes voor de verjaardag. Vind je dat een goed idee? Maar deze wil ze. Wil ze die? Ja, maar we hebben deze. Ik denk dat ze deze ook heel mooi vinden. Wat denk jij? Maar hij vindt deze en deze mooi. Ja. Ik denk dat ze deze ook heel mooi vindt. Zullen we dit gaan inpakken? Dit, wat is dat dan voor ze? Een grote bord, is dat? Ja, een beetje spelletjes. 1, 2... Dat is leuk. Hier. Wat zeg je? Dat spelletjes zijn. Ja. Ik heb jullie trouwens helemaal niet meer verder verteld over de doos die ik met Lola heb gemaakt voor stichtingjarige Job. Ik ga ze nu allemaal inpakken. Ik wilde ze dus ook echt inpakken, maar dat hoeft niet. Want als je deze doos opstuurt naar stichtingjarige Job, dan gaan ze er daar mooie pakketjes van maken. Want in die doos zit ook een taart. Er zitten dus cadeautjes in, slingers in, ballonnen in, allemaal van dat soort dingen. Dus het is echt een leuke box om open te maken als je jarig bent. Nog even goed om te vertellen, er zijn ruim 61.000 kinderen in Nederland die hun verjaardag dus niet kunnen vieren. Als wij allemaal gewoon onze december cadeautjes, of nou ja, de niet gebruikte december cadeautjes. Cadeautjes die je dubbel hebt gekregen een keer voor je zoon of dochter. Als we die gewoon allemaal opsturen naar stichtingjarige Job, dan kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Ik heb er dus nu deze twee Barbies in gedaan. Even kijken, ja, de Ariel heeft hem niet gehaald, want die mocht absoluut niet mee van Lola. Ik heb hier twee Woezel en Pips bellen. Ik heb hier nog wat klei en ik ga nu nog wat dingetjes van boven pakken. En dan ga ik deze box opsturen. Oké, het zit nu echt een ram vol, maar ik heb nog even deze erbij gedaan. Zo'n Ariel knuffel. En dit strijkboutje, die heb ik er ook hier gedaan. Dus nu kan deze dicht. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik heb wat problemen gehad met mijn camera. Hij is kapot gegaan. Hij is gelukkig weer gemaakt. Dus ik kan weer verder vloggen. We gaan nu naar Beekse Bergen. Ik zag gisteren dat Kim Jacobs er was van Albo. En toen dacht ik, wat leuk. Dus zijn we zo lang niet geweest. Laten we daar weer even heen gaan. Want super mooi weer vandaag. Dus ik ga jullie meenemen. We gaan naar Beekse Bergen. Even kijken of ik alles heb. Ik slaap nog half. Volgens mij wel. Het is voor ons een uurtje rijden. En het is in Brabant. Dus let's go. De plannen zijn gewijzigd. Ik ging kaartjes bestellen online bij Beekse Bergen en ik schrok echt enorm van de prijzen. Want je moet namelijk gewoon voor kinderen van 3 jaar ook helemaal betalen. Dus toen dacht ik, als het toch zo duur is, waarom gaan we dan niet naar de Efteling? Dus we zijn nu onderweg naar de Efteling. Hallo? En jij wilt ook liever naar de Efteling, toch? Joetje ligt bijna te tukken. Oh. Die gaat zo even lekker slapen in de kinderwagen, denk ik. We hebben ook die zak mee, toch? Voor zijn voeten. Voor de zak. Ja, dat denk ik wel. Ja, want die zit. En dan laat ik haar nooit meer gaan. Als ik haar sporen in de sneeuw had zien staan. Wat gaan we eten, Lo? Koffertjes. Hey! Ja, ik zie jullie! Mooi, jongens! Spannend, hè? Daar is een dekentje! Ja, ze hebben inderdaad geen dekentje. Goed gezien.
Epie en Epie lagen een beetje te tukken in de auto. Ik ga ondertussen even eten koken. We eten andijvie stamppot. Dat is nog wel genoeg. Oh. Lekker! Ik ga jullie deze week ook weer eventjes wat meer... Lekker te pop, joh! Wat meer gerechten laten zien voor op mijn Insta. Food by Nathalie. Als je me nog niet volgt, dan moet je dat vooral even. Lekker volgen, healthy tips, je weet zelf. Maar we eten vanavond eten we gewoon op de stamppot. Dat is niet zo boeiend. Gebeurt hier ook wel eens, hè Dan? Ja, dat klopt. Wel lekker. Wel lekker. Dit vind ik dus zo lekker. Oké, jongens, ik ga lasagne maken. Voor de tomatensaus gewoon zoveel mogelijk tomaten, gezeefde tomaten, tomatenpuree en 2 shallotjes en 3 tenen knoflook. Verder gaat er nog een aubergine doorheen en een courgette. Et voilà! Nou, moet ik opschieten, want ik moet die kids ophalen. Ik gebruik volkoren lasagne bladen. Voor die kinderen kook ik pasta, want mijn zus komt dus eten met haar kinderen. Voor hun maak ik spaghetti, vinden ze net iets lekkerder. En de lasagne moet nog eventjes in de oven, dus dan kunnen hun zo meteen eten. Dan kunnen wij nog even wachten. Kijk, nou dit wil je toch? Ik heb dat hele recept of filmpje van hoe ik dat gemaakt heb, ga ik straks delen op mijn Instagram. Mocht je mij nog niet volgen. Ik heet daar Food by Nathalie. Hoe origineel. Maar het is zo lekker geworden. Het hele huis is ook niet lekker. Dus ik ga nu gauw de kids ophalen. Dan zwang jij in de oven gooien. Ik kom mijn zus eten. En dan... ja, dat. Wow. Mooie jurk. Wie heeft dat aangedaan? Lola. Prachtig. Nou, we hebben gegeten met mijn zus en de kinderen. Lola moet echt naar bed, maar... die moet en zal op Elsa van Frozen dansen. Ik ga hier... Goedemorgen, we zijn vandaag bij het Kleecafé. Ik heb hier afgesproken met Jesje voor het nieuwe portret-event. Dus ik ben heel benieuwd. Kom maar, mama, handje. Goed zo. Ga maar. Oh, goed zo! Ik ga nog een ietsje dichter bij mama zitten. Zwaantje. Ja, goed zo! Wat gezellig zo! Als een echte zwanenprinses. Als een echte koningin. Kijk zo, mooi! Ja, en een beetje naar voren. Zo, we zitten weer in de auto. Superleuk met Jesje weer. We zijn net even bij de bakker geweest. Bakker van Manen. Daar heb ik vroeger altijd gewerkt, dus dat is wel leuk om daar heen te gaan. En een hele goede vriendin van mij werkt daar nog steeds. Dus... zalfje op je lip? Ik heb geen zalfje hier in de auto. We zijn bijna thuis, oké? Dan zal ik dat even doen. Zo jongens, ik had deze vlog nog helemaal niet afgesloten. Ik ga morgen een nieuwe vlog starten. Deze komt niet aankomende zondag, maar volgende week zondag online. Ik vind het namelijk het lekkerste om op zondag te uploaden. En als ik dan zeg maar van woensdag of van donderdag tot woensdag vlog, dan heb ik een beetje speelruimte om te editen. En dan kan ik weer verder met de volgende. Nou ja, goed, ik heb er helemaal over nagedacht. Maar ik vind het toch wel fijn om een vaste dag te hebben. En ik wil ook gewoon nu echt eens proberen om gewoon in vaste lijn up te lopen. Uploaden, zegt dat goed? Ja, te uploaden. Mochten jullie nog suggesties hebben, wat vinden jullie leuk om te zien? Ik denk dat ik het gewoon leuker vind om wat meer dagelijkse dingen te zien. Want als je deze vlog gekeken hebt, kan ik me best wel voorstellen dat je denkt van nou, die doen alleen maar leuke dingen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat wil ik gaan doen en jullie natuurlijk meenemen met de voorbereiding op onze verhuizing. Ik vond het in ieder geval super leuk dat je keek naar deze vlog. Doe even een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer. Doeg!